Dag dames en heren, het is zaterdag 18 juni. U kijkt naar Zeeland Nu met het nieuws van vandaag. Bij een verkeersongeluk op de Oud-Vossemeerse dijk bij Tolen is vanmorgen een 60-jarige man uit Nieuwdorp om het leven gekomen. Twee auto's botsten rond 11:15 frontaal op elkaar. Een 38-jarige man en zijn 13-jarige zoon uit Poortvliet, die in de andere auto zaten, raakten ook gewond. De man aan zijn been, hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn zoon liep ernstig letsel op en is met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De weg is enige tijd afgesloten geweest om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk. Het is weer tijd voor de open havendagen en dit jaar doet voor de eerste keer ook Terneuzen mee. Op de wal zijn al honderden bezoekers die zich verzameld hebben om te kijken wat gebeurt er nou precies in zo'n haven en wat kun je daar nou beleven. Een van de steentjes die meedoet is die van de Nieuwe Sluis en die trekt toch wel verrassend veel bezoekers. Ik vind het wel mooi. En als het beter is voor de scheepvaart en naar de grote schepen de deur kunnen, ja, dan vind ik het alleen maar goed voor Terneuzen. Ik vind het heel goed. Dat en dan lekker scheepjes kijken over een aantal jaren. Ja, inderdaad. Ja, ik vind het ook wel mooi. Over de Westerschelde ook. Ik vind het prachtig soms die schepen. En wat maakt dit dan zo interessant om daarnaar te kijken? Ja, omdat het natuurlijk een grootschalig project is, wat heel veel veranderingen zal teweegbrengen. En ook de hele directe omgeving zal veranderen. Gaat u het project ook volgen de komende jaren? Ja, we krijgen er af en toe ook een krantje over, dus dat volgen we dan wel. Ja. Die sluis is natuurlijk, zeker voor de mensen in Terneuzen, van een hele grote betekenis. Men leeft er elke dag mee, men moet er elke dag overheen naar allerlei kanten. En ja, dat is gewoon, ja, men wil toch weten, ja, wat gaat er gebeuren. En het is, ja, een fantastisch groot project. En dat wil men gewoon, ja, daar wil men bij zijn eigenlijk. Tot zover de havendag in Terneuzen. Mocht u deze dag nou gemist hebben en denk ik zou er toch wel graag een keer bij willen zijn, dan kan ik u alvast verklappen dat over 2 jaar ook Terneuzen weer meedoet aan de Open Havendagen. Het hele weekend jazzklanken in de binnenstad van Middelburg bij Zeeland Jazz. Op verschillende podia in de stad wordt muziek gespeeld. En dat trekt bezoekers uit heel Europa, zelfs uit Engeland. We didn't know it was on, so it's a wonderful surprise for us. We're here in a motorhome, a camper. And we walked through the town yesterday and saw the posters and thought we would stay 2 more nights. It's fantastic. De jazzfestivals van Terneuzen en Middelburg werken dit jaar voor het eerst samen in Zeeland Jazz. Vorige week was Terneuzen aan de beurt en dit weekend als afsluiting Middelburg. Volgens mij hebben we hier 2 liefhebbers van de jazz te pakken. Geniet het, geniet het. Ontzettend mooi. Leuk. Wat is er nou zo leuk aan? Ja, dat swingende wat er eigenlijk te doen is. Dat je is gaat het. Meteen meedoen. Je voelt je goed en je wil meedoen. Feest bij VC Vlissingen. De club bestaat dit jaar 100 jaar. De zondag hoofdklasse speelde een jubileumwedstrijd tegen het Zeeuws elftal. Zo'n 300 toeschouwers waren aanwezig, onder wie de bondscoach Danny Blind. Hij kwam een avondje voetbal kijken in zijn geboorteprovincie. Het Zeeuws elftal speelt in de blauwe shirts en zoekt de aanval. Dit is een individuele actie van Ray Kroon van Goes. En uiteindelijk komt de bal terecht bij Daniel Wissel en de spits van Zeelandia Middelburg opent na 17 minuten de score. 0-1 voor het Zeeuws elftal. Bij Vlissingen deden alvast enkele nieuwe aanwinsten voor komend seizoen mee. Dit is een minuut later, na het openingsdoelpunt. De 1-1 van Yves Niemp, de van Kloetingen overgekomen spits. Hij passeert Matthew Lenting van het Zeeuws elftal. Vlak voor rust een duel tussen opnieuw Yves Niemp en Ruben Hollemans van het Zeeuws elftal. Het is een prima entree voor Yves Niemp, want de aanvaller geeft met 2 goals zijn visitekaartje duidelijk af. 2-1 is ook de ruststand. Na de thee is dit een goedlopende aanval van het Zeeuws elftal dat op 23 juli opnieuw in actie komt. Tegenstander is dan FC Dordrecht. De bal komt uiteindelijk terecht bij Marten Kroo van Goes en die passeert Vlissingenkeeper Pietersma en bepaalt de eindstand op 2-2.
Er is in de afgelopen dagen flink wat neerslag gevallen en ook vandaag was het allesbehalve droog in Zeeland. De storingen die hiervoor verantwoordelijk waren trekken vanavond en vannacht echter geleidelijk bij ons vandaan. Hierdoor zien we dat er vanavond eerst nog wel vrij veel wolken zijn, maar later vanavond en vannacht klaart het meer en meer op. De temperaturen dalen naar 10 tot 12 graden en de wind draait naar het noordwesten en neemt geleidelijk af naar zwak tot matig en windkracht 2 tot 4. Morgen overdag blijft die wind uit het noordwesten waaien en die is zwak tot hooguit matig van kracht. Daarbij lopen de temperaturen op tot 18 of 19 graden en daarmee is het iets warmer dan vandaag. Daarbij schijnt de zon flink. In de ochtend wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Later op de dag gaat dat zonnetje meer en meer schijnen en het blijft morgen dan ook overal droog. Als we dan wat verder vooruit kijken, dan zien we dat er maandag en dinsdag nog een storing met bewolking en regen passeert. Maar vanaf woensdag wordt het droog en dan gaan ook de temperaturen omhoog. Tot zover Zeeland Nu. Zometeen ben ik bij u terug met het weekoverzicht. Wat mij betreft, tot straks.